Welkom bij Word on the Street. We zijn hier vandaag weer met onze tweede afleveringen. En we zijn hier met Refue, Erika, Yus en ik ben Anita. Bedankt voor het kijken. Nou, we gaan het even nu hebben over Patser. Jullie kennen het allemaal, de film met Ali B. We gaan kijken, wat vinden jullie ervan? En ik wil horen wat mijn guys ervan vinden. Ik ga eerst even een trailer laten zien. Ik ben benieuwd. Ik ook. Kijk even naar die trailer. Wie de fuck je voor je hebt. Ik run deze fucking game nu. Ik hak die aangebrande banaan van je eraf. En ik steek hem in de gorilla bek van je dikke zwarte moeder. Ja. Oké, maar eerst even niet over wat hij zei. Maar film, wat, hebben jullie het al gezien? Het was gisteren uitgekomen. Nee, ik heb het nog niet gezien. En wie gaat hem kijken? Ik sowieso wel. Ik sowieso. Ga je ook? Ja. Ja, ik ook sowieso. Ja. Ali B. Hij heeft nog nooit iets opgenomen. Precies, exact. Oké. Okay. Ik ben best wel benieuwd eerlijk gezegd naar die hele film. Want het is ook best wel een film met veel hiphop artiesten. Je weet, ik ben een hiphop liefhebber en zo. Klopt. Dus ik ben echt benieuwd wat het gaat door eerlijk gezegd. Dus ik kijk er naar uit. Maar waar gaat het precies over dan? Patser. Patser. Je hoort het al. Geld, criminaliteit, seks, drugs. Macht, okay. Ruzies, dus daar gaat het om, hè? Maar wat vinden jullie van het kleine laatste stukje? Hoezo? Het is toch acteren? Wat moet ik ervan vinden? Ik weet niet. Ik zal je zeggen, mijn zusje kwam naar me toe gisteren en ze zei van, heb je dat kleine stukje gehoord? Ik zei, nee. Zij voelde zich als donkere meisje, voelde zich best wel van, je weet toch, zwarte, kankerzwarte, dit ja. En dat. Dat stuk? Excuse my language, maar... Weet je, het is acteren. Maar je moet je voorstellen, hè? Je zit in de bios en hij zegt zoiets. En je zit met allemaal, laten we zeggen, white people. Zou je dan niet ongemakkelijk voelen als je zoiets hoort? Het is een film uiteindelijk. Ik bedoel, kom op. Dat heeft niks mee te maken met mijn realiteit, eerlijk gezegd. Dus ja. Maar dus omdat het een film is, is het acceptabel? Voor mij, naar mijn mening wel, want ik bedoel, ja, Ali B kennende, hij is sowieso niet zo. Ik snap op zich wat je bedoelt, ja. Maar je zit in de bioscoop. Dat soort opmerkingen komen naar boven en gaat iedereen meteen naar jou kijken, maar ik denk dus van ja. Dus wel, ze gaan naar je kijken. Ja, als het, ik weet niet of ze dat gaan doen. Als het gebeurt, dan denk ik van jongens, help alsjeblieft, zoek een leven, het is gewoon een film, snap je? Zo denk ik erover, snap je? Wat denk jij erover, Erika? Want ik zie dat jij een beetje... I don't know, I feel some kind of way. Maybe it's, I don't know, maar ik vind het zelf persoonlijk niet kunnen. Oké, het is maar een film, maar... Als, stel je voor, meerdere mensen, het komt voor in meerdere films, dat ze zo gaan praten over black people, kankers dit, kankers, sorry dat ik dit zeg, maar... Zou je dat dan nog steeds normaal vinden, bijvoorbeeld net als jou, jij vindt het, ja, het is maar een film. Maar stel je voor, het gaat vaker voorkomen. Ze heeft gelijk, want... Als het vaker gebeurt, dan is het anders natuurlijk. Ja, maar dan is het anders, maar je moet het nu aanpakken, voordat het vaker voorkomt. Ja, maar kijk, ik vind wel dat ze gelijk heeft, want stel je voor iemand zegt kankerhoofddeksel, geiteneter, weet ik veel. Wat? Geiten of schapeneter of wat dan ook. Gaan ze dat goed vinden? Maar kijk, laten we eerlijk zijn. No. Maar niet alle films zijn zo, laten we eerlijk. Niet alle films zijn zo. Als alle films zo zouden zijn, met dat soort opmerkingen, dan zou het echt iets iemand achteraan aan die hele gebeurtenis liggen. Ja, maar het begint maar, weet je wat, guys? We willen graag jullie mening weten. Laat gewoon weten wat jullie ervan vinden. Weet je wel, vind je het kunnen wat Ali B zei op het einde van zijn trailer of niet? Ja. Yus. Ik vond het zo fijn om te horen allemaal jullie meningen. Ik laat het even. Jullie hebben al alles gezegd wat ik daarover eventueel zou moeten zeggen. Alleen ik zelf, ik vind het niet echt iets heel groot, want je kan natuurlijk op twee keer weer kan kijken, wat Erika zei bijvoorbeeld, dat het heeft een slechte mening over zwarte mensen in het algemeen. Mm-hmm. Maar je kan ook kijken op de opzicht van, maar Refuse, hij geeft aan van, het is gewoon een film en ze probeert iets uit te beelden, zeg maar, een bepaald beeld uit te geven. Mm-hmm. Daarom noemen ze zulke woorden. Dus het kan van beide zijn. Ja. Maar als we het goed kan naar ons vorige aflevering, hadden wij over voorbeeldfunctie. Ali B is ook een voorbeeldfunctie namelijk. Dus hij moet opleiden naar wat hij zegt, want precies. Mensen kunnen dat wel overnemen. Oké, okay, ja. Maar wacht even, dat is een hele andere discussie. Dat is een hele, weet je waarom? Want het is een film. En het is ook zo gebleken, wat mensen gewoon vinden, zeg maar. De meeste mensen zien in films, op het gebied van voorbeeldfunctie, die pakken ze niet zo hard aan als nee, muziek. Nee, dat is niet waar. Dat is wel waar. Kinderen kunnen niet het verschil weten. Weet je, dat klopt helemaal. Ik ben ook...
met je mee eens, maar mensen zeggen meestal van die rappers geven iedereen slechter voorbeeld dan films. Maar als je naar films kijkt, is juist films eigenlijk iets erger, want jij ziet het ook nog gebeuren. Dus het is erg. Precies, het is sowieso erg, snap je? Maar wat nu Ali B doet, nu in die film, ik vind het gewoon, het is een film. Het is een film, snap je? Ik weet dat hij 100% niet zo is in het echte leven, nee, snap je? Nee, nou ja. Ik ben gewoon met wat je dan weet je niet 100%. Nee, ja! Ali B, hij is een goede persoon. Ali B, ik kan me niet voorstellen dat hij racist is. Yeah. Maar dat je zegt 100% in het echte leven. Wij kennen Ali B helemaal niet in het echte leven. Maar denk je dat als hij niet zo was dat hij dat dit zou goedkeuren? Denk je dat hij een woord of een zegje heeft van oké, bijvoorbeeld ze geven hem een script en zeggen dit moet je zeggen. Dat hij kan zeggen nee man, ik vind dit niet goed. Ik weet gewoon niet of we in deze situatie gewoon naar Ali B moeten kijken. Want hij is een acteur. Ja, maar het gaat niet alleen om Ali B, hè. Het gaat om degene ook die hij aan de telefoon had. Wat vond hij daarvan dat hij zo genoemd werd? Van hè, hij acteert wel, die donkere persoon. Ja. Maar hij werd wel kankerzwarte genoemd. Ja. En zijn moeder werd ook genoemd. Dus had hij dan een mening daarover? Of is het echt van, you know, you're gonna get this money, this cash money, zo. Hè, vernedig jezelf maar gewoon. Ik zeg gewoon, laat de viewers het maar gewoon bepalen. Ja, en we shall see. Want er zijn ook films die ook. Kijk naar alleen maar nette mensen. Iedereen die mij zag, dacht meteen van, komt dit en. Ze hadden in één keer zo'n rare beeld. Terwijl niet eens een. Waar ging het over? Een Surinamer of wat dan ook was. Oké, en even onderbreken, ja. Maar er zijn genoeg films die dit soort opmerkingen hebben. Ik weet niet of je dat weet. Amerikaanse ook nog. Maar niemand pakt ze aan, want. Amerikaanse films? Ja, ik vind het wel meevallen. Er zijn genoeg. Vooral in maffiafilms. Ik kan er nu niet eentje opnoemen. Maar dat is maar die bestaan wel. Maar dat is zwart tegen zwart. Nee, niet altijd per se. Maar die wordt ook niet hard aangepakt. Maar het is gewoon een film. Maar ik snap jullie punt ook wel. Maar het is gewoon een beetje fit. Weet je wat? Laat het kijken, bepalen gewoon. Wat vinden ze ervan? En ja, weet je. Ja, precies. We moeten niet te diep op ingaan. Ik bedoel, over het gesprek, racisme en zo. Want bijvoorbeeld, wij weten ook niet context van wat hij zegt, want wij hebben de film niet gezien, het is een trailer. Wij horen alleen dat hij dat kopgedeelte zoiets zei. Maar we weten niet waarop is dat gebaseerd. Dus, ik ga de film sowieso bekijken, hopelijk. Tuurlijk, laat me weten. Je gaat het niet kijken? Nee, alleen maar door dat stukje of gewoon omdat je geen interesse hebt? Nee, ik heb niet alleen maar door dat stukje, ik heb gewoon geen interesse. Omdat wat? Ali ik heb niks met Ali B. Nee, oké, niet van daar. Dat is Ali B, je moet van Ali houden, man. Ja, vind ik ook wel. Hij is wel op zich een goede B. Het is wel een goede B. Knoflookkans van Nederland, je weet toch. Goed. Waarom niet? Waar de kijkers bepalen en Maar hey guys, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar wat vonden jullie van de pikante foto's van Kim Kardashian? Zij ging viral. Echt, serieus. Laat me eens water drinken, man. Want... Ik zeg eerlijk, ik verwacht niks anders van Kim Kardashian. Precies. Maar weet je, nu zou ik denken van misschien, weet je toch, neem je tijd, je hebt net een kindje gekregen, weet je wel. Mm-hmm. Van voor wat moet je je helemaal gaan uitkleden, zulke pikante foto's, nu nog steeds. Ik bedoel, je hebt al een naam voor jezelf gemaakt. Maar hoe heeft ze die naam gemaakt? Ja, precies. Je hebt al een naam voor jezelf gemaakt op een bepaalde manier. Heb je nu nog steeds die aandacht nodig? Like... I'm saying once a hoe, always a hoe, weet je? Ja, dat is waar. Maar kijk, we moeten haar niet meteen gaan... We moeten gewoon niet meteen conclusie trekken, laat ik het zo zeggen. Wat bedoel je daarmee? Wat voor conclusie? Nee, maar kijk, wat is het? Want jullie zeggen van, once a whole, ik snap het wel, ik snap jullie punt wel, snap je? Maar kijk, als er is één ding wat bekend is rondom die hele Kardashian family, er is altijd een strategie achter hun elke moves die ze maken, laten we eerlijk zijn, snap je? Making money moves. Ja, snap je? Ze hebben een keer een manier van hun eigen merk, zeg maar, te promoten en te marketen en al die dingen, snap je? Dus toen ik die foto zag, ik dacht van mezelf, oké, er is sowieso iets wat hierna komt, snap je? Want al die hype gewoon zomaar gewoon dat soort foto's online zetten, er is sowieso iets wat hierna komt. En ik zou je vertellen wat is daarna gekomen. Toen zagen we dat Kanye West, zeg maar, dus zijn nieuwe kledinglijn, zijn nieuwe collectielijn ging zetten en zo. Ja, precies. Dus ik dacht mezelf, dat is die aandacht. Daarna gewoon. Ze hebben altijd een bepaalde gedachte achter de hele Kardashian brand. En ze kunnen dat als het best eerlijk zeggen. Maar laten we zeggen, ze hebben niks anders te bieden. Ze heeft niks anders te bieden. Ze kan niet op een andere manier die aandacht trekken. Dat is haar talent. Het enige wat zij te bieden heeft, is haar lichaam.
dat niet van haar is. Dat niet van haar is ook nog. Maar denken jullie echt dat dat echt de reden is? Omdat Kanye zijn kleren... Ik weet het niet, maar speculeren gewoon. Het kan, snap je? Het kan wel zijn. Maar het kan ook zijn wat jullie zeggen, dat ze gewoon een beetje aandacht tekort kwamen en zo, dat ze gewoon een beetje, weet je, waarop wilden gaan en zo. Dat kan ook, snap je? Ik vind het veel belangrijk om te weten wat jullie meningen over zijn, want jullie zijn vrouwen en jullie zijn zo gekeerd. En ik denk veel van jullie, de vrouwen van tegenwoordig, jullie kijken wel naar Kim Kardashian en Beyoncé en zien wat ze doen. Jullie ontkennen het, maar die Kardashian-familie, grotendeels. Kijk, dus ik zal zeggen, ik heb nog 0 keer een aflevering van haar bekeken. Heel die Kardashian gebeuren, heel die serie, ik heb het nog niet eens gezien. Dus je zegt, je volgt niemand van die Kardashian op? Ik volg niemand van Kardashian online. Ik zie haar wel gewoon tussen mijn timeline, zie ik die gewoon soms oppappen. Maar ze komen overal, de showroom, ze komen overal. Ik volg eerder haar vader / moeder, of wat ze ook, wat hij, zij is, dan dat ik gewoon Kardashian volg. Ja, het is, ze is niet interessant. Het is zo, sorry. Hij is. Ik zei nog het. Maar jij had een reactie gezien of zo? Ja, dus ik had een reactie gezien. Dat vond ik ook interessant. En het is in het Engels. En er was dus once a hoe, always a hoe. And you can't make a hoe into a housewife. En toen had iemand gezet van, if this is so true, why did Jay-Z cheat on Beyoncé and Kanye is still faithful to Kim Kardashian? Dan denk ik van, je weet toch, ze vergelijken Beyoncé met Kim Kardashian. Van, je moet je classy gedragen zoals Beyoncé in plaats van trashy like Kim Kardashian. Wat vinden jullie daarvan? Uiteindelijk, het is Kim Kardashian, weet je wel. We weten hoe zij bekend is geworden, snap je? Hoe is ze bekend geworden voor de mensen die het misschien niet weten? Voor de mensen die het niet weten, het ging om een sextape met Ray J en die ging viral. Mm-hmm. Ze krijgt miljoenen met die sextape en zo. Refuse, waarom die? Stralen, je bent aan het uitleggen. Leg het uit aan het publiek. Nee, maar het is gewoon, hij werd gewoon bekend om die sextape, dat weten we allemaal ondertussen wel. Maar, dus daarom snap ik dat ze zoiets gaat doen, weet je wel. Ze ook foto's online posten en zo. Het is gewoon Kim Kardashian, dat doen ze. Ik had ook eerlijk gezegd, onder een comment had ik gezet van, weet je wel, het is niet dat iets is wat ik nooit heb gezien, weet je wel. Precies. Wat verwacht je anders van de Kardashians? Het is not boeiend, kom met iets, weet ik veel. Ja. Nou ja, als het aan mij ligt, ik heb er totaal geen bezwaar tegen, want ik vind dat zij maar doen wat zij zin heeft. Sowieso. Zolang ik daar geen last van heb. En ik kan je zeggen, ik heb daar geen last van dat ze zulke foto opzet. Het is haar eigen brand, hoe zij dat willen opzetten, is haar probleem. Als we dan kan kijken voor zeg maar, het voorbeeldfunctie en dat soort misschien, is het dan, zou het een probleem moeten zijn. Maar dan moet je maar misschien iemand anders als een voorbeeldfunctie nemen in plaats van Kim Kardashian. Vind ik persoonlijk. Dus als het aan mij draait, ja. Ik vind het wel erg, want ze is wel een moeder en ze heeft wel kinderen. Dus uiteindelijk denk ik van, ja, maar dat is prima. Als jij een vriendin had, een African girlfriend, en she is posting naked pictures, ga je niet zeggen. Hoe zou je dat doen? Je kan doen wat jij ook. Het is jouw brand. Niet eens je vriendin. Maar Kim Kardashian is niet mijn vriendin. Nee, maar het is een vrouw. Het is een vrouw. Maar het is haar eigen keuze om dat te doen. Wie ben ik om tegen haar te zeggen, je mag dat niet doen. Mijn vriendin zou zoiets niet doen. Niet mogen doen of niet doen? Het kan niet om mogen doen. Ik kan niet met iemand om die zulke dingen doet. Dat is all en ding. Een vriendin, dat kan ook niet zomaar. Jullie bouwen iets. Dus mijn vriendin zou zulke dingen niet doen. Kim Kardashian mag doen wat ze wil. Het is haar keuze. Maar uiteindelijk zijn vriendin een normale persoon. En Kim Kardashian zijn twee verschillende mensen. Ten eerste, je moet ook altijd kijken van hoe die Kardashian familie zeg maar, hun hele familie zeg maar, naar buiten brengen. Laten we naar Kylie Jenner kijken. Die plaatst ook van die pikante foto's met in haar onderbroek en zo, dit en dat, snap je? Dus bij hun het is gewoon zo seks zelfs bij hun. Dat weten we gewoon van hun hele familie. Ja. Dus zijn vriendin met Kim Kardashian gelijk zijn twee verschillende mensen, snap je? Dus dat is het. Maar het is ook zo dat Kanye West wist waar hij mee aan begon. Exact, en Kanye West is er trots op. Hij is er ook van, oké, hoe accepteert hij dit? Maar aan de andere kant, hij wist gewoon waar hij aan begon. Want hij zegt letterlijk gewoon, mijn vrouw is bekend om in seks te hebben. Hij geniet ervan, denk ik. Hij zit gewoon die foto aan van, ik ga lekker naar huis, jongens, en ik ga genieten. Dat is hij. Daarom vind ik het
Alleen hoor ik dat wij over. Kijk, ik snap het wel. Ik snap het wel, ja, ik snap het. Maar okay, over de rook maken lijkt me. Het is, die mensen hebben de keuze gemaakt om zo te doen. Waarom niet? Ik snap ook wat jullie zeggen als ouder zijn. Je weet wel, het is best wel, ja, je kinderen gaan dit jou één keer vragen van mama, kun je dit uitleggen? Dat snap ik wel van jullie kant, snap je? Of wat mama, ik wil het ook doen. Kan ook. Maar mijn mening is gewoon, hele Kardashian family is gewoon één ding duidelijk, seks zelfs bij hen. Cool. Dat is gewoon duidelijk. Precies. En, cool. Dus ja, ik snap jullie punt, maar ja. Cool. Hebben jullie al gehoord van die film Black Panther met een black superhero? Ik vind het echt tof. Ja. Serieus. Wat is jullie mening daarover? Ik vind het gewoon mooi dat ze allemaal black zijn. De meeste. En dat voor het eerst echt bijvoorbeeld mijn kinderen laten kunnen opkijken naar een black superhero. Dat is echt tof. Dat is echt tof. Klopt. Echt. Hoe gaat het met die sales, met de uitverkoop? Hoe groot is het nu allemaal? Ja, het is volgens mij wel de grootste film die ooit uitgebracht is door Marvel. En de voorverkoop ging heel snel en ze hebben een record gemaakt voor de eerste Marvel film die alle records die eerder gemaakt waren verbroken zijn door Black Panther. En je moet dan kan bedenken, ik denk Marvel bestaat al meer dan 50 jaar. En om te denken dat de eerste film met alle superhelden die allemaal zwart zijn, al die records verbreekt, dat is wel iets heel goed. Ja, dat is gewoon te horen. Het is nog niet eens in de bioscoop. Dus ja, maar echt, een keertje een black hero. Like, ja, klopt. Met tijd. Tijden veranderen ook, like you can see. En de cijfers, want Jus zegt, is gewoon, het is mooi, want laten we eerlijk zijn, in Hollywood, bruine mensen hadden moeite om in Hollywood te komen, laten we eerlijk zijn, snap je? Dus met deze cijfers dat we zien van, weet je, we kunnen het ook in het een en ander wij kunnen het sowieso. Snap je? Het is van ons. Ja. Het is van ons, het is alleen, Dat is de waardering daarbij ook. Gewoon dat iedereen, want ik bedoel, die cijfers zijn niet alleen gecreëerd door de zwarte gemeenschap, maar ook iedereen die heeft van houdt. Dat betekent gewoon dat de film is heel mooi gemaakt en de acteurs hebben gewoon iets geweldigs gedaan. En daarbij ook is zo naar Marvel om de kans te creëren dat zulke iets gemaakt kan worden. Ik bedoel, het zijn jaren geleden dat nooit heeft gebeurd. En we hopen dat zulke dingen blijven gebeuren. Ja, dat sowieso. Dat ook cool. Vooral hier in Nederland. Lijkt me ook echt tof. Ja. Als er gewoon, als je kijkt naar al die tekenfilms. Wanneer zie je gewoon een donkere personage gewoon? Voor ons donkere mensen. Niet veel. Het zou tof zijn als dat ook hier in Nederland zou gebeuren. Gewoon een black superhero. Hè? Een beetje diversiteit. Come on, is 2018. Ik zou het heel graag willen zijn, weet je wel. Concurrentie past wel die Black Panther. Ja, zeker weten. Ik zou zeggen, weet je wel, ik zou zeggen, meld het. Weet je toch? Nee, maar ik want to be famous. Nee, ik ben vooral blij, want ik ben zelf echt een fan van Marvel. Dus ik heb, denk ik wel, al Marvel's films gezien. Okay. En die series ook heb ik nagekeken. Dus voor mij zijn dat toen ik ook deel van, ik kon echt een zwarte superhero film. Ik was wel blij om te zien van, eindelijk iets speciaals wat ook gewoon voor ons kan zijn. Dat betekent niet dat die anderen het niet mogen kijken of ook die mensen ze dat niet zien. Maar het is gewoon een film die ook een goed beeld geeft van hoe het is om eventueel een minder te zijn. Mm-hmm. Maar toch ook dat we iets speciaals hebben dan wat de meesten denken. Sex, drugs, dat is mooi ook om de andere kant van de zwarte gemeenschap te laten zien. Wordt niet vaker gebeurd. Dus het is wel positief. Nogmaals, shout out naar Marvel. Ja, maar die film komt dus uit op 14 februari. Yes. Dus we gaan hem zo checken. Neem je side chick mee. Neem je white friends mee. Neem je white people mee. Ik ga erin, ik ga het met mijn maten en mijn maten, ik heb variatie van maten. Precies, neem vooral hun mee. Ik heb met z'n allen mee, ik ga genieten. Dat is voor iedereen, zwart, blank, geel, maakt niet uit, kan naar de film kijken. Ik denk dat het een hele mooie film om te zien, om te genieten. Dus kan maar kijken. Okay, cool. Even guys, een serieuze zaak. Me Too. Het is echt heftig. Het gaat veel rond. Hebben jullie ervan gehoord? Ja. Ja, tuurlijk. Ik heb vooral gezien dat in Amerika het vaker voorkomt. Tenminste, veel meer vrouwen komen over vooruit. Mm-hmm. Dus ik vind het best wel heftig. Want het komt veel vaker voor dan dat wij eigenlijk denken, denk ik.
Klopt, want ik zag je eerder. Toen ik het hoorde, kreeg ik meteen een flashback over, ik liep stage ergens. En ik ga dit met jullie delen, hè, so don't judge. En ik liep stage als stagiaire receptioniste en ik moest helpen met de restaurantmanager in de keuken. En ik stond dus bij de keukentafel en ik moest iets pakken. En in één keer hoor ik één spank op mijn bil, gewoon, like serious, ja. Yeah. En mensen die me kennen weten van, ik heb een grote bek. Weet je, Anita zou gewoon hem gaan. Maar op dat moment was ik gewoon verstijfd. En ik kon niks doen dan gewoon weglopen. En toen stortte ik gewoon in. Ja. Je weet toch, bij mijn medewerkers en zo, wat is aan de hand? Weet je, wat met jou? Toen moest ik dat dus gaan vertellen. Maar hun traden voor mij op en gingen naar hem toe om hem aan te spreken. Maar I was like a little baby, like seriously van, je weet toch van... Wat is er net gebeurd? Want het was een man, hij is getrouwd, hij heeft gewoon kinderen. Dus het zou ook zijn kind kunnen zijn, maar he still did it. Maar dat is het, je komt gelijk in een soort shock, want je verwacht het niet. En het zijn meestal mensen waarmee je juist goed mee kan omgaan, die vertrouwt een beetje. Wat vind jij ervan, Review? Kijk, mijn medelijden dat je dat hebt meegemaakt, snap je? Het is echt kut om dat aan te horen. En dat zo. Sowieso. Snap je? En, maar... Kijk, dat zulke dingen gebeuren is gewoon best wel heftig. Dat in 2018 ook nog, snap je? Maar niet gewoon alleen een tijdje aan de gang door, snap je? En ik vind het heftig, want als het zo vaak is gebeurd, betekent dat het misschien van jongen al af, zeg maar, iets wat normaal werd gezien, denk ik, snap je? Ik denk dat we echt grondig moeten kijken van hoe dit komt, dat dit zo lang al bestond, snap je? Want dat mannen het zo denken op die manier, en in macht dan, de mannen met macht dat zo denken op die manier, moet van ergens komen, vind ik. Snap je wat ik bedoel? Dus het is best wel een ernstige zaak, maar we moeten echt kijken van waar komt het vandaan, snap je? En ik denk dat we daardoor onze kinderen vooral, zeg maar, echt moeten duidelijk maken van hey, als je een vrouw zegt stop, moet je stoppen, snap je? Maar ik zei niet, dat is het dus. Maar wat zeg je tegen de vrouwen die dan stijf zijn, die niks kunnen? Zoals wat ik, weet je, mensen zeggen van, ja, je had gewoon wat moeten zeggen, maar als je er zelf niet bij was geweest. Als ik nu terugdenk, zou ik zeggen van, ik zou, weet toch, maar ik ga niet stoer zeggen, ik zou een bitch clap geven of wat dan ook op dat moment. Want ja, weet je. Altijd denk je van, als het mij overkomt, dan ga ik dit en dit en dat doen, maar als het je echt overkomt, ik geloof echt dat je gewoon... Je weet niet wat er gebeurt, je weet niet wat je moet doen, hoe je erop moet reageren, wie kan je aanspreken. Want vaak heb je, als je bijvoorbeeld iemand vertelt of zo, ik denk dat je vaak dan de vraag krijgt van, maar heb je hem niet de verkeerde indruk gekregen? Ja, precies! En dat is precies het probleem. Ja, klopt. Precies, was je niet te losjes? Ja, nee, ik was niet te losjes met iemand die mijn vader kon zijn. Hij heeft dat gewoon gedaan omdat hij een hogere positie had. We waren gewoon, het was gewoon gezellig en hij zag een asser of zo. En ik weet niet wat hij was thinking. Gewoon van spanken of zo. I don't know. Nee, het is gewoon iets wat we... Jussie, ik denk, je bent best wel stil aan deze onderwerp. Ja, kijk, het is heel naaks om te horen. Ik vind het sowieso ook heel belangrijk dat je daar heel open over durft te praten. Maar het is, want het is niet iets heel kleins, weet je wel. Dat jij op zulke leeftijd al iemand denkt, ik ben de baas, ik doe wat ik wil. Het zou gewoon niet mogen gebeuren, zulke dingen. Maar zoals jij zegt, Evraat, het is ook heel belangrijk om te kijken de oorzaak waarom zulke dingen is gebeurd in Jester. En waarom heeft het zo lang kunnen gebeuren. Ja. Kijk, in de VS de afgelopen jaar is heel duidelijk naar buiten gekomen. Veel mensen zijn daarover kan praten. Maar er zijn ook veel mensen die daar jaren over wisten en toch niks over deden. Ja. En ik denk ook dat die mensen kwalijk genomen moeten worden. Want ik bedoel, er is één ding, die persoon die het doet. Maar er is ook een andere ding, die mensen die... En helpen en dat toelaten, weet je wel. Dus nogmaals, wij moeten even terugschakelen om te kijken waar die oorzaak vandaan komt, maar moet gewoon niet kunnen gebeuren. Ja, dan zeg ik. Het is verschrikkelijk om te horen. Het moet echt vanaf jong af aangeleerd worden van sommige dingen kunnen niet. Snap je? Ook al heb je een maagd, of ook al als jongen moet je een vrouw op een bepaalde manier kunnen behandelen. Snap je? Moet respect, behandelen trouwens. Het is heel belangrijk, hoe je zei. Het is niet alleen voor vrouwen, maar ook voor je medemens, gewoon puur. Ja, dus als je respect hebt voor je medemens, doe je zulke dingen niet puur. Maar het is gewoon een hele rare iets om zoiets te kunnen horen überhaupt. Maar het gebeurt eenmaal. Dus zoals je zegt, we moeten gaan kijken waar het vandaan komt. En proberen op te lossen met z'n allen. Dus niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen. En ook die mensen die die dingen doen. Het kan ook zijn dat ze gewoon problemen hebben. Dus misschien ook voor die mensen hulp aanbieden.
Het kan ook een optie zijn. Klopt. Maar het is gewoon een hele verschrikkelijk ding om te horen überhaupt. Ja. Maar ja, de belangrijkste vraag is, hoe ga je, je geeft het aan van, je moet het van jongs af aan meegeven. Hoe geef je dat mee dan aan een kind? Hoe ga je met een klein kind of een broertje, zusje of je kinderen, hoe ga je met zo iemand in gesprek? Ik denk charity begins at home. Ja. Dus hoe kinderen zien dat je moeder met je vader omgaat of andersom, dat stralen ze buiten uit. Dus als ze zien van je vader is disrespectful tegen je moeder, dan gaat dat jongetje ook disrespectful zijn tegen kinderen, tegen meisjes op school. Klopt. Dus ik denk dat het begint at home gewoon. Ja. Dat ouders, zussen, broers, die ouder zijn dan degene onder jou, bewust moeten zijn van wat ze thuis doen, wat ze uitvoeren. En zo dus zodanig dus met de kleineren moeten praten. En ook moeten opletten hoe ze bewegen, hoe ze leven, hoe ze praten. Dus ik denk dat je zo wel veel effect kan hebben. Want mijn zusje kijkt ook echt tegen mij op. Als mijn moeder zegt van, Rachel, ruim je kleren op. Zegt ze, ja, maar Anita heeft ook kleren. Ja. Je weet toch niet, nee, God. Ja, dus echt, dan denk je van, wauw, je toch... Ze kijkt echt tegen me op. Ja. Dus als ik een player zou zijn en ik kom met 5 verschillende jongens thuis, dan gaat mijn zusje dat ook gewoon doen. Ja. Dus je weet toch, be aware gewoon van wat je doet. Maar ook al zou je misschien geen stabiele vader hebben en moeder en zo, vind ik gewoon, als ouder zijn, dan moet je ook je kinderen kunnen aanleren van, hey, je moet het ook vanuit de mensheid perspectief bekijken. Vanuit het menskant, zeg maar, van jou. Snap je? Laat jouw hart. Je normen en waarden. Snap je? Ja. Een mens zou dat niet zomaar normaal vinden, snap je? Ik denk dat we dat ook mensen moeten aanleren van, als mens, niet, begin mee als mens. Ik gewoon denk niet dat iedereen mens niet iedereen is zo, niet iedereen is zo, maar kijk, maar dat, dat is gewoon wat we ook moeten doen en onze kinderen moeten aanleren, vind ik. Want niet iedereen komt uit een stabiele familie en zo, maar je moet ook als mens, toch, kunnen bepalen van, ga ik nou goed om met mijn vriendin? Snap je? Dat vind ik ook belangrijk, eerlijk gezegd. So, die ouders zijn ook is één ding, maar ook als mens moet je ook naar kunnen kijken, vind ik. Ja. Dat is gewoon wat ik wil daar toevoegen aan jouw verhaal en zo. Maar weet je wat het ook is? Je kan je kinderen van alles aanleren, maar het belangrijkste is ook, je hebt geen controle wat iemand anders kan doen met jouw kind. Dus wat je ook je kinderen, wat belangrijk is om je kinderen ook aan te leren, is bijvoorbeeld. Dus ze moeten reageren. Om duidelijk te zijn van, hey, als iemand jou ergens aanraakt op een plek waar je niet op je gemak voelt, is belangrijk dat je dat gewoon aangeeft. Dus dat je kind een beetje zich vertrouwd voelt om ook iets te zeggen als er iets gebeurt. Ja, dat is ook belangrijk. Dat is denk ik het belangrijkste ook. Klopt. Nou, goede punten allemaal die jullie hebben genoemd. Daarbij wil ik aansluiten, de maatschappij heeft ook wel een grote rol aan. Als we kijken naar wat we gezien krijgen op tv's en zo, daar wordt ook vrouwen niet op een hele respectelijke manier behandeld. Sorry. Dus als een kind zijn dat je kijkt naar dat, dat je neemt dat ook aan van ja, dat kan normaal zijn. We hebben allemaal series gezien waar ook op die manier dat je een man gewoon vanuit een vrouw een smeekje geeft. Dat zien wij ook. Dus, misschien heeft dat ook, ik weet het niet zeker, maar het kan ook zijn. Dus ik denk ook dat ja, de maatschappij speelt ook een rol. Dus het is iets echt die we met z'n halen. Dus dat heeft ook te maken met de maatschappij, maar familie, want daar begint het al als een kleine kind hebt. Moet gewoon op alle hoeken aangepakt worden om te zorgen dat het een geheel, zeg maar, de probleem opgelost wordt. Maar het is, ik zou eerlijk zeggen, we zijn echt goed onderweg, want we praten nu erover, snap je? Dat is één stap, snap je? En dat is één ding wat ik heb gezien in 2018, is gewoon door social media komen heel veel dingen naar buiten en naar voren en zo, zeg maar. En daardoor gaan we ook met z'n allen in gesprek. En ik denk dat als we zo doorgaan, dat het uiteindelijk wel opgelost wordt, snap je? Yeah. Ik bedoel, onze kinderen die hopelijk wel gaan ooit krijgen, die zullen die speech van Oprah zien, hoe zij die vrouwen aanspraken en zo. Het is mooi, snap je? Het is een begin. Het is een begin van iets moois, zou ik zeggen, snap je? Ja. Dus, Let's bring awareness. Exactly. Ja, man. En vooral mensen, Anita nogmaals, heel moedig dat je daar jouw eigen verhaal net deelt. Nou, meerdere mensen moeten juist, als je zulke iets, weet je, hebt meegemaakt, doe veel om erover te praten. Het hoeft niet op social media of iets, maar praat met je ouders of iemand die je vertrouwt erover. Want kleine stapjes, maar het begin is altijd om eerst erover te praten. Dan zo kom je verder. Oké, dus ik heb een vraag. Wat vinden jullie jongens van fake haar? Fake haar. Ik zeg niks. Ja, ik bedoel, ja.
fake haar, zolang ik mooi uitziet, zou ik zeggen, eerlijk gezegd. Ik wil gaan schieten als je iets verkeerds zou zeggen. Nee, maar schieten ook wel. Wow. Ja, ik bedoel, van iedereen heeft hier een moeder en I don't think your mom got natural hair. Mijn mom does. Ja, mijn ook hoor. Maar ze heeft sowieso wel een keer fake haar gedragen, dat je zegt, mama, je ziet er mooi uit. Ja, kom, waarom moeten we best wel mijn moeders hebben? Oké, maar dus als het zonde komt, zou je dat beter vinden of zou je dat niet erg? Nee, ik vind het gewoon, zolang het mooi uitziet en het past bij haar, bij degene, ik heb echt geen bezwaar mee gezegd, okay, vind cool. Ik. Dat is echt, ik weet niet wat Justus daarvan vindt. Again, nu weer, dat zou weer hetzelfde gesprek zijn, zoals we net over Kim Kardashian hadden. Als iemand dat leuk vindt, mag het voor mij doen. Kijk, ik heb bepaalde dingen over auto-eerlijk. Zolang ik daar zelf geen last van heb, mag die persoon zelf doen wat hij of zij leuk vindt, vind ik. Nou, ik zelf, zou ik het doen? Nee, ja, ik ben een jongen, dus komt het. Maar ik doe liever gewoon wat ik heb, dus ik kan tegen wat ik heb. Dus andere dingen bij, hoeft voor mij niet. Maar als iemand dan anders dat leuk vindt, voor mij maakt het wel. Oké, een andere vraag. Wat vind jij van een vrouw die fake tieten heeft en billen? Wat in plaats? Zou je dat liever wel willen of liever niet? Ja, het is opeens stil. Ik vind dat eigenlijk hetzelfde vraag, net als weer, net als net. Weet je wat, ik hoef jouw antwoord niet meer te horen. Natuurlijk ziet het altijd mooier uit. Precies, sowieso, simpel, sowieso. Jij komt weer met... Maar kijk, ik vind ook dat er zijn van die fake asser die ook... Ja, redelijk uitzien, weet je wel. Maar ik vind gewoon, als je het bij jou past, als je het mooi vindt, en ja, doe jouw ding, snap je? Maar ik persoonlijk, ik zou toch liever natuurlijk willen hebben. Ik ga echt niet liggen, ja. Box. Natuurlijk, ja. Nee, maar wel eerst. Nee, maar ook als ze helemaal niks heeft en ze zegt, hey schat, ik moet even, ik heb een afspraak gemaakt. Oké, laten we zeggen, mijn lippen doen. Je lippen opvullen. Ja. Zou je dat erg vinden? Ja. Je gaat het kussen, hè? Besef. Maar kijk, het is een moeilijk onderwerp, want als het mooier uitziet, dan heb ik, kan ik moeilijk niet accepteren. Zolang jij het leuk vindt en je vindt het mooi, maar bij Aster is een ander verhaal, ik zeg je eerlijk. Het is echt een ander verhaal bij mij, ik ga niet denken. Hoezo bij jou? Nee, maar het is gewoon, natuurlijk is gewoon het beste, ik ga niet denken. Het is gewoon veilig, snap je? Want soms, ik ga niet denken, soms dingen zien er een beetje raar uit. Snap je? Wat zit daar binnen, sommige posities zijn niet veilig voor de dingen. Ik denk van, het is een kus of zo, ik weet het niet, maar ja, je ziet het maar chatten. Nee, maar luister, kijk, als ik iets zeg, denk Anita, je probeert politiek correct te zijn. Ja, nee, maar dat is het niet. Kijk, je vroeg niet wat ik voor een vrouw, weet je, zou willen, maar je vroeg wat ik ervan vind als vrouw dat doen. Ja, nou, voor mij, ik heb geen bezwaar tegen als iemand denkt, zij wil dat doen. Nou ja, als ik zelf moet kiezen, ik heb liever natuurlijk gewoon iets natuurlijk, want ik zei net al, ik zou niks anders bij willen. Dus ik hou van natuurlijk. Dus waarom zou ik daar iemand anders willen die passé iets heeft bijgevoerd? Maar sta je erachter als jouw vriend, stel voor je hebt een meid en ze voelt zich onzeker, ze wil een borstvergroting. Zou je dat oké vinden? Zou je haar steunen daarin? Dat is een hele goede vraag. Ja. Want als ik eerlijk moet zijn, kijk, ik heb dat nooit zo geraakt. Mm-hmm. Dus eerlijk zijn, ik weet echt niet hoe ik daarover zou reageren. Want ik vind, als ik haar, weet je wel, als ik haar goed vind zoals zij is, ik vind maar het ook gaat dat niet zij om jou, dat... het gaat om haar. Het gaat om haar, dat klopt. Maar daarom zeg ik, het is een goede vraag. Ik weet dan nu niet hoe ik dat moet doen. Want ik vind, als ik tevreden ben over mijn vriendin, dat zij dat ook eigenlijk moet zijn. Want maar dat kan je niet bepalen. Nee, dat klopt. Dat kan ik niet bepalen. Want nu zeggen jullie van, oké, stel voor je ontmoet een meid en die heeft fake boobs of wat dan ook. Dan zou je het wel accepteren, dat is normaal, maar als ze met jou is en dan... Pas gaat iets doen. Dan is het, dit. Ja, want je houdt van diegene hoe ze eruit ziet. Nee, maar het gaat niet om jou, het gaat niet maar om jou, hoe jij haar ziet. Het gaat om hoe zij zelf ziet. Mm-hmm. Ja, maar dan komt mijn probleem hierbij is... Natuurlijk, jullie geven aan van, het gaat om haar, maar... voor mij dan kijk ik ook twijfel aan mezelf van waarom is zij zo onzeker over haarzelf dan wat ik zie. Ja. Met mij is,
en toch iets extra's wil doen, voor wie wil zij dat doen? Als ik al fuck zelf, ja leuk, maar ja, selfish. I'm not being selfish. I'm just, ja, ik praat nu over hoe ik erover zou reageren. Net zeg ik jullie, ik ben politiek correct. Nu geef ik mijn mening. Weet je wel? Je bent oké. Okay. Okay, nu geef ik mijn mening over iets wat ik vind is ook weer een probleem. Zoek een middenweg, ja? Zoek een middenweg. Ik ben gewoon eerlijk over alles. Weet je wel, ik ben niet politiek correct. Normaal gesproken is prima als iemand dat zelf wil doen. Maar met mijn vriendin, als ik haar al zo geweldig vind, waarom is er weer nooit om? Je moet het loslaten, het gaat niet om jou, het gaat om jou. Ja, 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 ja. Kijk, maar dat is dus eigenlijk een boyfriend, weet je toch? Ja, misschien ben ik ook geen boyfriend, maar zie je, want Wat vind je daarvan? Maar hoe bedoel je? Dat is niet iets. Dat is niet onrealistisch. Maar het is jouw. Dat is nou iets onrealistisch. Nee, hoezo is dat onrealistisch? Het kan wel. Is een dikverkleining wat je kan doen of zo. Ja, het is een optie. Ik wist niet of het kon. Niet veel aan kunnen doen met een lichaam. Om breed te worden. Ja, ik zijn bepaalde mensen die breed zijn, maar daar hebben ze geen echt macht over om dat te verminderen. Dat heeft door bepaalde lichaamopbouwen te maken. Laten we het ook aan jullie vragen. Okay. Stel voor een man, ja, weet ik veel, wat weet hij van jou? Ja, wat kan een man neus, veranderen? Haren, ja, stel voor hij heeft geen haren ofzo. Oh, de producer, denk wel. Stel voor hij heeft geen haren meer en hij wil, hij is gewoon kaal, iets met haren in ieder geval. Ik kijk heel erg naar contour, haarlijn. Dat ding is important. Exactly. Nou, even een pet op, maar oké. Oké, dat als voorbeeld. Wat zouden jullie doen dan? Kijk, stel voor ik meet een guy, hij heeft contour, die zit hier. En na 3 maanden verder, die zit hier. Dus juist? You're trying your best, bro. Weet je nog? Nee. Kijk, en hij zegt tegen mij, hij moet haarimplantage doen. Ik ga zeggen, babe, let's boek een ticket, we gaan naar Turkije. We gaan die shit fixen. Weet je, dan ben ik ook bereid om mee te betalen of wat dan ook, want it's my guy. Weet je wel, dus ik zou hem sowieso steunen daarin. Ik ook. Want wat we net zeiden, is hetzelfde als bij een meisje. Je doet het voor jezelf. Je doet het niet voor mij of wat dan ook. Je doet het voor jezelf. Als mijn man daar zich prettig in voelt, natuurlijk, waarom niet? Ik denk dat dit weer een standaard topic is. Ik denk dat jullie het makkelijk accepteren en dat wij zeg maar. Het moeilijker, weet je. Ik bedoel, als mijn vrouw, als ik haar mooi vind. Dat is gewoon stand. Het is gewoon, maar je kan wel vragen, bijvoorbeeld eerst café. Je bent al jarenlang bezig met een guy, je hebt nog geen seks gehad. En in één keer heb je seks gehad en hij heeft een kleine lul. Accepteer dat dan. Wauw. Wanneer je gewoon 5 keer wel hebt gezegd. I am speechless. Oh wow. Ja. Dat is wel zo. Wauw, je zit me gewoon on the spot gewoon. Oké, ik weet niet, uiteindelijk, let me think. Nee, maar voor mij is het, je zegt je hebt jaren met diegene, dus alleen omdat zijn dik klein is. Je komt erachter, je hebt geen zin. Zou je hem gaan skippen? Nee, ik niet. Ik zou hem eerlijk gezegd niet skippen, alleen voor de dik. Eerlijk gezegd, hij
swear. Echt. You swear, yeah. Oké, dat is jouw mening. Wat is jouw mening? Dat is jouw mening. Ja. Je moet niet daarover komen als soort van wife to be, soort van, je weet toch. Wow, mag ik een mening geven? Damn. Oké, dat is haar mening. Ja, precies. Ik wil geen haters creëren, je weet toch. Haters is jouw mening. Ik heb jouw mening. Maar jij zou die kunnen skippen. Dus we zijn al een jaar bezig, maar we hebben nog geen seks gehad en het gebeurt in één keer. En ik voel hem niet. Nee, maar... En ik voel hem niet gewoon, God. Weet je? Het is dat is wel een andere level, man. Ja, maar dat is toch wat ik doe met klein? God. Sorry, maar kijk, ik zou met hem erover praten en... Kijk, het is, je blijft bij hem of je gaat vreemd. Of ja, weet je? Nee, maar... Ik zeg je eerlijk, ik zou wel skippen, man. Ik zou wel skippen. Zou je echt skippen? Ik zou skippen. Dus je hebt gewoon echt een relatie opgebouwd van jarenlang. Seks is ook een onderdeel. Oké, het is belangrijk. Ik denk dat je ligt. Want. Dus ik zou met sommige banden. Sommige banden. Zijn sterker dan seks. Ja, ik zeg je eerlijk. Daarom. Je zegt dat je bent niet meer eens met haar. Alles. We zijn gewoon goed samen. Gewoon A-team, weet je wel. Yeah. En ik heb niks te klagen en ik kom erachter van, dat is het enige wat iets minder is. Tuurlijk, dan ga ik het moeilijker hebben om dat gewoon in, alleen door dat, dat ik denk van het is klaar. Mm-hmm. Maar als het andere dingen zijn, that's also lacking, weet je wel. Gewoon Dat is anders. Dan gaat het moeilijk worden. Dat is anders. Maar daarom, Stefan, het gaat niet goed in de relatie. En zijn dik is ook nog klein. Ja, maar het is anders. Ja. Het moet compenseren. Het moet compenseren. That's just... Okay. Maar dat bedoel ik, want... compenseren, maar... Als alles gewoon goed is, hij woont je goed, hij heeft alles in orde. Financieel goed, je weet toch? Alles ik zou niet skippen. Waarom niet financieel? Ja, dat is belangrijk. Een werking om mijn hoofd krijgt. Het is financieel goed. Het is belangrijk. Er was een tijd, waar mensen gewoon verliefd konden worden. Precies. Dat waren de tijden van onze ouders. Ja. Mashallah. Ja, exactly. Snap je? En jammer dat die tijd gewoon voorbij is. Ja, maar goed. Jullie hebben die tijd gewoon kapot gemaakt. Ja, er was een tijd waar jullie geen sidechick hadden. Precies. Maar weet je wat? The time has changed. We also have side boys now. So, weet toch? Ja, damn. So, weet toch? Het is all good. Oké. Iedereen zijn mening, yes. Oké. Dames en heren, zoals je kunt zien, Oem heeft net ingevallen voor Erika. Erika moest helaas even snel weg. Oem, stel jezelf voor aan de kijker. Laat weten wie je bent, waar je vandaan komt. Ja. Ik wil verder. Ik ben Oem, ik ben 21 jaar en ik kom uit Leiden. Yes. Ons volgende onderwerp gaat over Davido en Wizkid. Wie vinden we nou het beste? En eigenlijk, wie is nou de koning van Afrobeats op dit moment? Want er zijn veel artiesten. Laten we meteen beginnen, zou ik zeggen. Aan wie? Met wie beginnen we? The ladies first, right? I would say. Nee, waarom niet? Ik praat echt te veel. Misschien wel, hè? Maar ook... Moet gewoon geskipt worden. Nou, ik vind Davido en Wizkid sowieso... Even goed eigenlijk, ik heb geen mening. Ik vind ze even goed, alleen vind ik Wizkid nu meer producer. Ja. Eerlijk gezegd, maar ik vind ze alle twee. Dus ik vind Davido en Wizkid alle twee net zo goed. Mm-hmm. Maar Wizkid produceert nu veel meer en gaat internationaal ook. Okay. Dus Davido blijft nu een beetje achter, vind ik. Mag ik praten? Sowieso Faya. Sowieso Davido. Nee, ik vind Davido beter. Ja, zijn nummers is meer my tune, my vibe. Wizkid, hij is goed. Hij is zeker goed. Maar op een andere manier. En op welke manier? Ja, ik vind hem niet heel erg afro beats gericht. Ik vind Davido meer... Ik weet niet, more home. Afro. More home vind ik gewoon. Vind ik zijn tunes. Oké, dat is moeilijk te interpreteren, gezegd, moet ik zeggen. Ja. Voor mij, ik zit ook bij Davido, eerlijk gezegd, maar voor mij het komt vooral aan die stem van Davido, eerlijk gezegd. En zijn dimples. Ah, je moet altijd op uit de Ja, man! Ja, dat
Je praat over muziek. Okay. En zijn dimples. Sorry kijkers. Maar even serieus jongen. Ik ben ook voor Davido en niet eerlijk gezegd, maar kijk. Ik ben ook voor Davido, maar bij mij is het gewoon meer zijn stem, snap je? Laat ik het anders stellen. Denk je dat Wizkid, stel voor als Wizkid Eve, die liedje van Davido Eve, ging maken. Mm-hmm. Hoe zou hij het klinken? Zou hij het ook nog steeds zo leuk vinden? Zou hij het nog steeds zo raken en zo? Nee, dus je stem doet er iets voor. Ik zou het doen. En ik vind dat Davido best wel die soulful, achtige stem heeft. Dat hij daardoor weet je, die nummers beter kan maken. Die nummers dat dan van, ja, toch, ik smeek hem, kom terug bij mij. Je, toch. Die stem ik past heb dat juist bij Wizkid, dat ik hem gewoon meer voelt. Ik vind hem rough. Ach, I love rough. Dan, that's it. Ik hem gewoon, ja. Je like bad boy. Ja, het over. Davido is gewoon meer softer, vind ik. Of een, ja. Nou ja, voor mij zijn we. Ik vind beide sowieso allemaal goede artiesten. Ja. Maar ik moet wel zeggen, de muziek die Wizkid maakt, is voor mij iets, ja, ik voel me veel meer bij betrokken. Het is niet van, omdat inderdaad, het is echt puur wat ik zelf leuk vind. Ik heb daar een discussie al eerder gehad met een maat van mij. Ik weet niet, ik vind Davido goed zingen, maar zijn muziek is, ik vind het soms een beetje te druk. Het is ook, weet je wel, en Whiskey pakt mij gewoon veel meer met Atune. Het is een vorige album, alle muziek daarin, alle liedjes, ik vond ze echt en voor hen goed gewoon. Een paar meer de tekst, die ritme daar, die instrumenten, alles wat Whiskey doet. Maar ja, weet je wel, dat pakt mij veel meer. En dat zeg ik niet, ik vind ook Davido, de muziek van Davido gewoon geweldig. Ik dans erop. En al, maar nou, ik ben gewoon een. Nou, ik zeg nou niet dat Wizkid beter is, maar ik ben meer een fan van Wizkid, laat ik zo zeggen. Het is, altijd goed op hun eigen manier, weet je wel. Maar bij mij, wanneer het aankomt op liedjes die gaan over terugsmeken van je ex of zo, weet je wel, dat je fout hebt gedaan, ik vind die stem van David ook best wel pakken, ik moet eerlijk zeggen. Dat je is wordt gewoon... helemaal emo. Ja, emo! Nee, niet emo, je wordt helemaal emo! Heb je dat niet. Kom, heb je niet van Wizkid gehoord? Welke liedje? Ja, man, jij is een goeie, maar ook zijn album. Zijn album heeft daar een lied die iets van Sweet Love of zo heet. Man, boy, als je die hoort, boe. Die heeft gewoon een andere tune, die tune pak je gewoon. En hij speed daar zo. Hij heeft ook eentje met de DJ's, hoe je het dan zegt. Die heel bekende DJ's nu, een combinatie van Diplo en een. Ja, dat is een Diplo, waar? Drake, of niet? Hij heeft die ook, Closer. Maar Closer vind ik mooi, hij is commercieel en pop. Ja, maar hij heeft ook echt tunes in dat album. Je kent ze niet zomaar, maar als je de albums luistert, je denkt, wauw, goeie. Ja, tenminste, dat is voor mij dan. Dus jij bent Wizkid, Wizkid. Jij bent ook Wizkid? Ja, eigenlijk beide. Maar als ik moet kiezen, dan is het Wizkid. Oké. Zijn features, Wizkid's features, hij heeft eentje met Cranium. Dat is levels. Hij heeft ook eentje met, volgens mij, en zo'n andere artiest. Een paar Jamaicanse artiesten, echt levels. Al de features van hem zijn gewoon op een andere. Oké, juist, jij is duidelijk. Je bent Wizkid. Het is gewoon muziek toch? Die pak je aan. Ja. Hij produceert gewoon beter en op hogere niveau, vind ik, dan Davido. Dat is wel zo'n hoog niveau, ja. Dat is wel duidelijk. Dat is wel duidelijk. Maar muziek, Muziek smaakt gewoon sowieso. Maar hoe dan ook. Zijn beide Afrikanen. En sowieso zijn ze ik expect naar die woorden. Ze doen goede zaken voor ons. Maar we zijn het allemaal mee eens dat ze allemaal wel de koning van Afrobeat zijn. Momenteel wel, zelf. Hebben jullie iemand anders in gedachten? Dat die Wasabic is nu ook. Zijn vrouwen, Rihanna. Maar vertel dat ze groter is dan Wizkid en daar weten we allebei? Nee, toch? Noem je ze Afro? Zeg je nou eigenlijk Rihanna is Afro? Nee. Ze zeggen dat de Afrikaanse Rihanna is of Beyoncé. Ah, oké, op die fiets. Oké, ik dacht dat. Ja, maar dat zijn nu wel de drie. Ja. Afrikaanse toppers, zeg maar. Hey, jullie forget the techno. Oh! Ja, techno is het maar je hoort niet zo veel meer van hem. Jullie forget Mr. Easy. Jullie forget het allemaal. Ja, maar Torrent. Maar wacht eens. Mr. Easy komt echt in de buurt van Wizkid en Davido. Nee. Techno ook niet allemaal mee, eerlijk gezegd. Ja, oké, dat kan. Er zijn levels aan die dingen. Maar Nicky Berry vindt het goed. Ja, maar Nicky Berry, shout-out. Hij komt in Amsterdam volgende week. Ja, juist. Maar weet dat je ook daar naartoe gaat. Ik kan even. Hey, ik kon je zo'n toestel staan daar. Ik kon je dat maar, goed. Ze zeiden. Maar oké, daar zullen we uit. Is goed. Dit is het einde van deze aflevering. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren, like en deel alsjeblieft.